De Nederlandse turners zijn klaar voor de Olympische Spelen van Londen. Maandag blikten Epke Zonderland en Celine van Gerner met hun coaches in Heerenveen vooruit op het Olympische toernooi. De 17-jarige van Gerner maakt haar debuut in Londen en heeft er zin in. Ja, dat is wel het gevoel dat het nu heel dichtbij is. Dat merk je wel heel duidelijk. Ja, ook als je dan die teamoverdracht hebt in de rij met heel veel andere sporten, merk je dan al iets van hoe groot de Olympische Spelen zouden kunnen zijn? Of is het echt nieuw voor je dadelijk? Ja, ik heb de EOF natuurlijk gedaan, dat is junioren in het juniorencircuit. Maar ja, de verwachting is natuurlijk dat dit nog wel 3 keer zo groot zou zijn. En ja, ik kijk er heel erg naar uit, ik ben benieuwd. We hebben een bijzondere periode achter ons gelaten en met name de laatste periode ongestoord kunnen trainen. Het gaat steeds beter, dus laat het maar gebeuren. Je noemt ongestoord uiteindelijk dat er geen kortere dingen meer zijn of dat soort dingen, selectieprocedures. Weer blij dat dat eindelijk voorbij is, dat het nu echt over turnen kan gaan. Ja, natuurlijk, daar ben ik heel erg blij om. Aan de andere kant heeft het de focus van Celine niet heel erg verstoord. Die is daar juist misschien wel nog harder door gaan werken en door gaan presteren. Dus het is wel prettig nu, met name de laatste periode, dat je dan inderdaad even zonder allemaal stress en ellende je kan focussen op toch nog een aantal dingetjes die ze nog in haar programma moest krijgen. Ja, het is natuurlijk een gevaar als je in het Olympisch dorp zit. Ja, er is veel afleiding, er is veel sport om je heen. Denk je dat je ook wel een beetje kan genieten daar? Ja, ik denk het wel. Ik moet natuurlijk wel erop letten inderdaad dat het niet het item wordt. Kijk, daar loopt Amerika basketbalteam of zo. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Ja, ik hoop een hele positieve. Het is voor mij ook de eerste keer naar de Olympische Spelen. Kijk, we hebben wel heel veel voorbereidend werk gedaan. Ik ben als coach daar naartoe geweest, ook meerdere keren zelfs. Dus ik heb daar heel veel over aan Celine kunnen vertellen. Celine is zelf wezen kijken tijdens het test-event in januari en weet dus precies hoe de zaal eruit ziet. Dus wat dat betreft is het vooral de grootsheid van het Olympische dorp en alles wat daaromheen hangt. Nou, ik hoop dat we daar na 2 dagen gewoon aan gewend zijn. Nu zijn nog 2 weken voor die kwalificatie op die zondag, 29 juli is dat. Wat kan een coach de komende 2 weken nog doen? Ja, we proberen ritme te houden. De trainingen worden steeds korter en dan gaat het ook meer lijken op wat we volgende week gaan krijgen. Dan zijn de trainingstijden ook veel korter. En verder gaan we gewoon heel ontspannen en relaxed naar Londen toe. En gebruiken we vooral de eerste paar dagen om alles te ontdekken. En ons niet meer, zodat het ons niet meer hoeft af te leiden aan het einde van de week, wanneer ons prestatiemoment daar ligt. Mijn spelen is geslaagd als ik inderdaad gewoon in ieder geval het maximale eruit heb kunnen halen. Wat ik ook in de training kan laten zien. En gewoon mijn beste oefening op de wedstrijd neer kan zetten. En ja, ik denk als dat lukt, dat in ieder geval de allround finale binnen handbereik is. En een top 8 klassering op rug is ook heel realistisch dan. Nou, podiumkansen, dat is wel wat lastiger. Zeker binnen het turnen, wat een sport is met een heel hoog deelnemersveld. Dus podiumplaats zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar als je een top 8 of een top 24 haalt, dan ben je gewoon ontzettend een goede turnster. Ik denk dat wij daar als Nederland hartstikke trots op kunnen zijn.